Goedemorgen. Voor mij toch ook een zeer bijzonder moment. Want 50 jaar geleden stond ik zo met een gezin. Met een baby van 3 maanden. En een jongetje van 2,5. Ik ben zo'n beetje aan het eind gekomen. En jullie staan aan het begin. En we hebben heel veel meegemaakt. We zijn naar het eiland Martinique gegaan. 10 jaar gewerkt en toen naar Martinique. Toen naar Haiti, 40 jaar, waar we heel veel hebben meegemaakt, ook vele gevaren. Maar we zijn er nog steeds en ik kan 1 ding zeggen. God is met jullie en zal je door alles heen helpen, ook in de moeilijke tijden. Alles is voorbijgekomen wat er kan gebeuren tijdens dit lied. En ik kan je zeggen, na 50 jaar zending, dat God trouw is. En dat hij ook voor jullie zal zorgen, daar kun je zeker van zijn. Ik wil jullie ook iets meegeven. Een prachtig lied. Een lied wat me altijd door alles heeft heen geholpen. Hoe groot zijt gij? Nou, ik ga niet zingen, want dan loopt de zaal leeg. Maar ik heb iets opgenomen. Ik speel nog wat. Ik heb iets opgenomen. En dat wil ik uiteraard ook spelen voor de hele gemeente. Halverwege, het was namelijk in een protestantse kerk, komt er een man langs met een collectezak. Je was niet tegen te houden, maar het was niet de bedoeling om jullie aan te moedigen, dus om voor de collecte te geven. Ik weet dat dat niet nodig is. Dus ja, daar komt ie. Gaat het niet lukken? Later. Volgende week? Dan ben ik er niet. ...58 jaar geleden kwam ik voor de eerste keer in een evangelische samenkomst. Ik ben katholiek grootgebracht. Evangelische samenkomst. En bekeerde me. Ik was 20 jaar oud. Ik ben nu 78. En ik moet je eerlijk zeggen dat in 58 jaar evangelie heb ik heel wat meegemaakt. Ik heb heel veel langs zien komen, goede dingen, minder goede dingen. In die tijd had je de grote campagnes, de grote genezingscampagnes met predikers uit Amerika. Wat tot zegen is geweest, maar ook tot veel teleurstelling en verdriet. Ik werd wederom geboren in een beweging, een zendingsbeweging, Stromen van Kracht. Daar is uiteindelijk de grote opwekkingssamenkomsten met Pinksteren dus uit voortgekomen. Maar die geloofden in de zielenslaap. Ik wist niet wat het was. Ik had nog nooit de Bijbel gezien. En ik heb dat maar laten gaan. Tot aan de Hoge Weg, een andere beweging die opgang deed. En dat was, alles was geestelijk. En wij waren het geestelijk Jeruzalem. En we moesten alles geestelijk zien. Dan kwamen de valcampagnes en weer opstaancampagnes. U weet het, mensen gingen vallen en doen. Dat was helemaal. Gaat het nu? Gaat het? Goed zo. Nou, dan wacht ik even. Het wordt wel wat later.
vergeet het nooit. Ook vandaag de dag leven we eigenlijk in hele moeilijke tijden. En er gaan ontzettend veel theorieën overal rond. Beschuldigingen, allerlei dingen door corona. Ik wil daar niet per se over spreken, we weten overal waar het over gaat. Maar in principe kunnen we het hele evangelie, het fundament, samenpakken in één tekst. En ik denk dat we ons daaraan vast moeten houden. Wat er ook gebeurt rondom ons heen, wat er nog gaat gebeuren. De boze zal altijd proberen om ons uit elkaar te trekken en gemeentes te vernietigen. Mensen niet meer wetend of ze goed gedaan hebben of niet goed gedaan hebben. Maar ik wil u deze tekst zo en zo meegeven. Johannes 3, vers 16. Een tekst die me zeer heeft aangesproken en waar eigenlijk alles opgehangen kan worden. Al het andere is redelijke bijzaak. En hoeven we ons niks aan te trekken van mensen die proberen ons schuldig te laten voelen, omdat we een beslissing hebben genomen, wat voor beslissing we ook nemen. En ik praat over corona. Laat een ieder vrij om te doen wat hij voelt zoals hij het moet doen. En elkaar niet beschuldigen. En dan zegt de Bijbel, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het hele evangelie. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan wil ik daar nog aan toevoegen, Johannes 10, vanaf vers 27, 28. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand kunnen rukken. Dat zijn de teksten waar we ons aan vast mogen houden. Ik ben bang dat er nog heel veel gaat gebeuren in Evangelie Nederland. Maar wat er ook gebeurt, broeders en zusters, houd altijd deze teksten in uw gedachten. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. We zijn gered voor de eeuwigheid en daar hoeven we niet aan te twijfelen. Leven in moeilijke tijden. Ik vind persoonlijk dat corona een van de grote tekenen is van de eindtijd. Niet meer dan dat, maar een van de grote tekenen van de tijd. Natuurlijk, er zijn altijd besmettelijke ziekten geweest, er zijn altijd pandemieën geweest, er zijn allerlei dingen gebeurd. Maar wat me opvalt is dat de laatste pakweg 70 jaar de ene pandemie naar de andere komt. Bijvoorbeeld Spaanse griep, heb ik nog meegemaakt. Een meisje bij mij uit de straat is eraan gestorven. Hongkong griep, ebola, aids, SARS en dus nu corona. Die eigenlijk de hele wereld in zijn greep houdt. En daaromheen worden ook allerlei dingen gebouwd. Maar wat zegt Jezus daarover? Want dat blijft uiteindelijk het meest belangrijk. Dan zegt Jezus in Matteüs 24, pas op dat niemand u misleidt. Dat is in vers 4. Pas op dat niemand u misleidt. Met allerlei theorieën. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. En dan, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op. Word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Nou, enkele dingen vallen op. Natuurlijk, anderhalf jaar corona is niet makkelijk geweest en we zijn daar nog steeds niet vanaf en misschien komen we daar wel nooit vanaf. Dat weten we niet. Maar hoe gaan we ermee om? Huilen we mee met de wolf in het bos? Vinden we onszelf zo zielig? De Bijbel zegt, Jezus zelf, wees niet
verschrikt. Want deze dingen moeten gebeuren. Als christenen weten we waar we aan toe zijn. Deze dingen moeten gebeuren. Het zijn de tekenen van de eindtijd en die zullen misschien nog wel erger worden. En dat is Gods plan, staat vast. Nou, hoe gaan we ermee om? Hoe praten we erover? Wat doen we ermee? Ik weet, het is moeilijk voor iedereen, ook voor ons. Wij konden anderhalf jaar ook niet hier terugkomen in Nederland of reizen of doen of wat dan ook. En we zijn daar nog niet vanaf, want we zitten best wel in de problemen. Wiltzie is gevaccineerd in Sint Maarten en toen hier in Nederland, maar ze kan niet haar QR-nummer krijgen. Want dat is omdat ze dus daar is gevaccineerd en nu in Nederland. En ze is dus geen ingezetene van Nederland. God geeft een oplossing, hoe dan ook. Of we een hotel hebben of niet hebben. We gaan weer terug naar ons zendingsveld. Waarvan u misschien vanmorgen gehoord heeft dat er gisteren 17 zendelinggezinnen, 17 gezinnen met kinderen, vrouwen en kinderen, gekidnapt zijn. Bid daarvoor. Dit is ons fundament. En dit is het meest belangrijke. Het is belangrijk dat we Gods woord lezen. Kijken naar Gods woord. En dan zegt Paulus, die zoveel heeft meegemaakt, die zegt tegen Timotheus, een jonge man, nog geen gezin, misschien dat hij later een gezin heeft gehad, dat weet ik niet, maar een jonge man. En dan praat je over iets bijzonders in 2 Timotheus 2, vers 1. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En dat bid ik u allen toe. Word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. We mogen van die genade gebruik maken, die genade is er. En als we daarin geloven, komen we door elk probleem en elke moeilijkheid heen. En misschien zijn hier mensen vanmorgen die denken, ja, jij hebt makkelijk praten, je staat op een podium. Maar ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven. En onder andere mijn vrouw kwijtgeraakt, 51 jaar in 1 maand en 4 dagen tijd. Gegaan door 4 staatsgrepen. Revolutie, burgeroorlog en op dit moment wordt Haiti geteisterd door gewelddadige bendes, zwaar bewapend en hebben op dit moment de helft van Port-au-Prince in handen. En is het elke dag uitkijken als je naar buiten gaat. Wat betekent het woord genade? Het betekent, en ik heb het nagekeken, genade betekent barmhartigheid, clementie, erbarmen, goedertierenheid, gratie, gunst, kwijtschelding, vergeving, vergevensgezindheid. En 1 zin vond ik, en daar stond onverplichte goedheid van een meerdere jegens een mindere. Broeders en zusters, dit zijn de tijden dat we aandacht aan elkaar moeten geven. We zijn als gemeente 1. En de duivel zal proberen om ons uit elkaar te trekken. Juist door al deze vreemde dingen rondom ons heen. Ik wil daar niet, u weet er alles van. En het gebeurt steeds meer. U mag uw mening hebben, ander mag zijn mening hebben, maar we zijn broeders en zusters verbonden met elkaar door het bloed van Jezus Christus. En we zijn geen vijanden van elkaar, maar we moeten op elkaar letten. In plaats van dat het evangelie in deze tijden gepredikt wordt en grote namen momenteel afwijken en andere christenen beschuldigen, dat kan niet van God zijn. Dit is de tijd dat we aandacht moeten geven rondom ons heen. Er zijn misschien mensen in de gemeente, maar ook mensen daarbuiten die lijden.
die misschien mensen kwijt zijn geraakt, mensen overleden zijn, zwaar ziek zijn geworden door corona. Misschien op het punt staan failliet te gaan. Dat is wat we moeten doen. De liefde van Christus rondom ons verspreiden. En de Bijbel zegt, gij zult mijn getuige zijn. Dat houdt in dat we allemaal die taak hebben. Het werd even genoemd. Niet alleen dit echtpaar wat weggaat. Niet alleen ik, omdat ik mag preken en op een zendingsveld sta. Maar dat is iets voor ons allemaal. Dat is de liefde van God verspreiden. En niet allerlei onzin. Wat er gaat gebeuren in de eindtijd. Wel, dat zien we dan wel. Maar God geeft genade voor vandaag. God geeft genade voor morgen. God geeft ons die liefde die wij hebben ontvangen, waardoor mijn hele leven is veranderd. En ik tot zegen heb mogen zijn op Martinique en op Haiti. En doorga totdat God mij roept. Geloof. En ik weet dat mensen het moeilijk hebben. Maar laten we voor elkaar bidden. En laten we dragers zijn van hoop en van liefde. Want dat is waartoe we geroepen zijn. En voor niets anders. Paulus zegt nog iets. Het stoort mij niet hoor, het kind. We hebben een kinderdorp. En we hadden op een gegeven moment 35 kleine baby's in de samenkomst. En die zongen het hardste. Maar ik weet er alles van, ook als je in het vliegtuig zit. We vlogen van Luxemburg naar Barbados. En toen van Barbados naar, ik praat nu over 50 jaar geleden. Van Barbados naar St. Lucia. En mijn zoontje van 3 maanden, die heeft de hele boel bij elkaar gegild. En er zaten vooral toeristen in dat vliegtuigje. En ik zag ze knijpen met de handen. Ik was bang dat ze een deur zouden openen om hem eruit te gooien. Dus ik weet wat het is. En dan weet jij ook wat je nog te wachten staat. Paulus zegt, leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Hij wist dat Timotheus een moeilijke tijd tegemoet ging. En we weten wat Paulus heeft meegemaakt. Niet waar? Toch? Niet? God, wat zijn jullie enthousiast, zeg. Als een goed soldaat. En in mijn tijd moesten wij nog het leger in. Misschien dat hier nog wat oudere mensen zijn die dat nog weten. Elke 2 zoons, de oudste zoons, moesten het leger in. Zijn er nog oud-soldaten toevallig die ook voor hun nummer het leger moesten? Niet hier? Oh, dat ging je gauw daar niet op. Oh, kijk eens. Ja, nee, verschillende. Daar leerden we heel wat. Weten jullie nog wat we het eerste leerden als soldaat? Er zijn een heleboel kenmerken wat een soldaat moet kennen. Maar een van de eerste dingen die we leerden was. Ja, je moest altijd luisteren. Maar dat was ook discipline. Dat was het eerste wat je leerde. Ik kan me nog goed herinneren, we kwamen er allemaal aan in onze kloffies. Honderden jongens moesten in een rij gaan staan. Nou, wist amper wat een rij was. En er kwam een soort uit de kluiter gegroeide dwerg met een uniform aan. Hij was niet hoger dan zo. En die begon tegen ons te schreeuwen en te gillen. Dat we waren nu weg bij moeders papot en dat zou nu anders worden en noem maar op. Uiteindelijk was hij uitgeschreeuwd en ik keek rond. Ik dacht, nou, er zullen wel mensen gaan klappen of zo, maar dat was dus niet zo. Maar binnen hele korte tijd leerde je discipline. En ik denk dat dat ook een van onze punten moet zijn. Discipline in ons leven. Discipline om de Bijbel te lezen. Discipline om God te zoeken. En dat hoeft niet per se in de morgen, maar dat je tijd neemt voor God.
Dat je die discipline hebt. We zijn als christenen, moeten we opgebouwd worden en moeten we God zoeken. En zeker altijd, maar zeker in deze tijden, waarin we soms niet meer weten hoe we verder moeten. Samenwerking. We leren samenwerken met andere soldaten. En dat weten jullie die in het leger geweest zijn. Je leerde met stress omgaan. Je leerde creativiteit. Want soms moest je beslissingen nemen die ineens anders waren als dat er uitgelegd werd. En we weten ook, als we even teruggaan nu naar Afghanistan. Waar die Amerikaanse soldaten, maar ook Nederlanders. Dus op het laatste moment toen iedereen probeerde weg te komen. Voor een enorme ramp stonden. En dat ze de creativiteit moesten hebben. En de besluitvaardigheid en inventiviteit om zoveel mogelijk mensen op het vliegtuig te krijgen. Ik zag beelden, helaas dus, dat het letterlijk en figuurlijk gebeurde. En mensen nog boven op een vliegtuig zaten. Maar die soldaten hebben daar een fantastisch en moedig werk daar gedaan. We moeten moedig zijn. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Maar broeders en zusters, vertrouwen dat uiteindelijk, ook al begrijpen we de dingen niet, God alles in zijn handen heeft. Deze dingen moeten gebeuren, daar veranderen we niks aan. Maar we moeten onszelf sterk maken en geloven in die genade. Geloven in Gods hand in ons leven. Ook al begrijpen we dingen niet. En ik heb heel veel dingen die ik niet begrijp. Ik maak er geen probleem van. Weet je wat ik ermee doe? Ik leg ze naast me neer. Ik kom uit Utrecht, dus dat is zo hoog geworden als de Domtoren. Al de vragen die ik heb en al de dingen die ik niet begrijp. Maar ik geloof in één ding en ik heb het gezien in mijn leven, in ervaring, 58 jaar christen, dat God alle dingen in zijn handen heeft. En zelfs de meest negatieve dingen, zoals de dood van mijn vrouw, dat God de dingen kan gebruiken en dat hij dingen kan omdraaien en dat je toch je leven weer kan oppakken en dat je toch weer een zegen kan zijn. Zonder waarom, 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 daar krijg je geen antwoord op. Maar op één ding mogen we zeker weten. Jezus leeft. En God is in controle. En daar mogen we absoluut zeker van zijn. We moeten een voorbeeld zijn. Niet meepraten met de. Maar dit is de gelegenheid. Als we met mensen praten die hopeloos zijn. Dat we kunnen zeggen, maar God is daar. En dat we dat mogen getuigen van de liefde van Christus. En niet alleen in woorden. Ga boodschappen doen voor een oud vrouwtje die het niet kan doen in je straat. Kijk om je heen. Ook deze momenten die zo moeilijk zijn voor allemaal. In het bijzonder dat je niet met vakantie kan. Schijnt het zo te zijn tenminste. Hoeft het geen verloren tijd te zijn. Iemand zei, kwam terug en die moest in quarantaine. Ik vind het een heel leuk woord. Quarantaine. U ook? Ja, voor de meesten klinkt het niet zo goed, hè? Ja, ik zeg, man, halleluja. Ik zeg, je hebt nu eindelijk eens tijd om in je Bijbel te lezen. Wat zei Johan Cruijff ook alweer? Elk voordeel heeft zijn nadeel. Heb. Elk voordeel heb. Ik weet niet wat u nog meer gezegd heeft, maar dat ben ik nooit meer vergeten. Want ik heb zoveel nadelen in mijn leven gezien, maar die dus toch ook een voordeel hadden. Dat zien we niet op dat moment, maar het is wel zo. Ik wil u toch even laten weten dat ik Johan Cruijff gekend heb. Het belangrijkste. Een soldaat moet zijn wapens kennen. En we waren er nog maar 3 dagen. En ik zie me nog schokken. Toen we naar dat depot moesten met die groene onderbroekjes en hemdjes en dingetjes en al dat soort dingen. Maar na 3 dagen kregen we nieuwe geweren. Ik weet niet of jullie dat nog weten, waren de vals. Ze waren niet vals, ja ze waren ook wel vals, maar zo heten ze ook. En daar moesten we heel zuinig op zijn. Elke dag kwam de sergeant, die kwam kijken door de loop, dan zag hij zandkorrel, dan zag hij kamelen lopen. Zo zeiden ze dat dan. Ja, die had ongetwijfeld iets aan zijn ogen.
moest uit elkaar halen, in elkaar zetten, ook in het donker. Het was het meest belangrijk. En wat is het wapen van de christen? Wat is uw wapen? Hallo? Ja? En hoeveel doen we hier aan? Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven toen de duivel kwam en hem meenam. En hem al de dingen van de wereld liet zien. Als je mij dan bidt, dan krijg je dat. En Christus zei, maar er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat. Maar broeders en zusters, als je niet weet wat er geschreven staat. Als je tijd hebt voor allerlei dingen. Maar geen 10 minuten om de Bijbel dagelijks te lezen. Dit is ons wapen. En hiermee kunnen we de overwinning behalen. En het is belangrijk, juist ook in deze tijden, waarin we zien ook dit teken van de eindtijd. Maar het einde is het nog niet. Het is één van de tekenen en niet meer. Er gaan er meer komen. Maar dat is ons wapen. En dat is belangrijk dat we daar tijd aan gaan geven. Corona heeft ons leven veranderd. In de war geschopt. Veel dingen kunnen we niet doen. Maar het is geen verloren tijd. We gaan door problemen heen. En ik heb altijd gezegd, en ik zeg het nogmaals. Als we in de problemen komen. Dan blijven we nooit geestelijk gezien op dezelfde plaats staan. Een probleem. Kan je sterker maken of een probleem kan je zwakker maken. Je hebt een probleem en je begrijpt het niet en je zit ermee en je begint te twijfelen. Dat is een stap achteruit. Of je kan zeggen, God, ik begrijp het niet, maar ik hou me vast aan u en ik wil doorgaan met u, want ik weet wie u bent. Je hebt mijn leven veranderd en ik geloof, ik begrijp het niet en dan word je sterker. En ga je een stap vooruit. Je kunt deze tijd ook zien als een soort examen. Examen in die zin. Hoe ga je om in deze moeilijke tijden? En ik minimaliseer het niet. Maar soms, weet je, je kan de hele Bijbel doorlezen en regelmatig lezen en noem maar op. Ik heb wel eens gevraagd. Wie heeft de Bijbel ooit wel eens doorgelezen van het begin tot het einde? Ze steekt me niet je hand op. Zo rot voor de andere mensen, 2 mensen de hand opsteken. Maar soms dan springt er ineens een tekst uit die je al 30 keer gelezen hebt en die je ineens raakt. En dat is Lucas 21, dat viel mij op, vers 19. Komt niet op de ding, maar dat maakt niet uit. Maar daar staat... Door volharding zult u uw leven verkrijgen. Prachtige tekst, vindt u niet? Goh. Is zo erg met jullie? Zit aandachtig te luisteren. Oh, oké, maar je mag wel een keer halleluja zeggen hoor. Door volharding zult u uw leven verkrijgen. Niet door op te geven, niet door te klagen, niet door te zeuren, niet door mee te huilen met de wolven in het bos, maar door volharding om op hem te blijven vertrouwen. Wat er ook gebeurt in je leven. Welke kant moet je op? Hij is de enige. Ik heb wel eens gezegd, al zou de bewezen worden, dat kan niet, het is maar een voorbeeld, dat God niet bestaat, dan wil ik nog mijn leven niet veranderen. Want ik heb wat mogen betekenen voor andere mensen. En ik denk als je wat ouder wordt en je kijkt terug, dat het belangrijk is. Je ziet, mijn leven heeft zin gehad. En ik heb wat betekend voor andere mensen. En als dat nog niet zo is, dan kan je er vandaag mee beginnen. Dan is de tijd ervoor. Ik wil hiermee eindigen. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Het leven is een strijd. Altijd weer opnieuw. We komen altijd voor nieuwe uitdagingen te staan. Dingen waar we niet op gerekend hebben.
dingen die moeilijk zijn in ons leven. Dingen die ons misschien doen twijfelen of verdriet geven of wat het ook is. Als iemand dat mag zeggen, is dat wel Paulus geweest. En hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat ik wil doen. Ik heb me voorgenomen om de strijd, de goede strijd, door te blijven strijden, totdat de Heer zegt, het is genoeg geweest. Ik wil ook de oudste, niet alleen de oudste van dienst, maar de oudste en de verantwoordelijke voor deze gemeente oproepen. Jullie zijn zo belangrijk. Er wordt zoveel van jullie gevraagd. En als gemeente zullen we bidden voor onze oudsten en de mensen die voorgaan, die ook maar moeten afwachten, die moeten kijken, hoe gaat het met mijn gemeenteleden, hoe gaat het, waar kunnen we helpen, wat kunnen we doen? En het is zo jammer dat er zo weinig mensen zijn die echt de taken willen oppakken in een gemeente. Ik weet het niet voor hier, ik praat over het algemeen wat ik zie. Als er een oproep gedaan wordt om werk te doen, zoals vanmorgen, bijvoorbeeld voor de tieners. Ik bedoel, daar is geen tijd voor. Maar de oudsten en de voorgangers van de gemeente en de diakeren hebben een bijzondere taak, ook in deze tijd. Want zij moeten de kudde overzien. Bid voor uw voorgangers en uw oudsten. Strijd de goede strijd. Val elkaar niet aan. Of je wel of niet dit of dat hebt gedaan. Het is niet belangrijk. Belangrijk is dat we geloven in Jezus Christus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God zegen u, Janko, nog de rest van deze dag. Amen.